Hoi. Hoi. Vandaag heb ik een nieuwe challenge bedacht in Minecraft. Deze twee jongens die horen me nog niet. Ik heb een rode kleur. Ik heb een blauwe kleur. En ik heb twee prachtige mannen hier. Eentje zal naar team blauw gaan. Eentje zal naar team rood gaan. En dan ga ik nu de challenge vertellen. Jongens. Ja. Dat zijn wij. Kies een kleur allebei. Zijn dit de kleuren die jullie... Blauw. Blauw? Ik heb geen keuze. Oké, gaan we naar jullie platform toe. Oké, als het goed is, kunnen jullie niet bij elkaar gaan kijken nu, toch? Nee, je mag, nee, je mag niet vliegen. Ga terug. Nee, ook niet hakken. Terug. Oké, daar komt hij. Ik ga, Robin, ik ga bij jou wat bouwen voor jou, hier. En dan moet jij, bij Justin, moet je alles uitleggen hoe het eruit ziet en dan moet Justin het nabouwen. Ongelooflijk leuk idee. Ja? Ja! Oké, dan gaan we beginnen. Nou, vertel mij eens wat ik moet gaan bouwen. Ben je er klaar voor? Mentaal niet, fysiek wel. Oké, Robin, er komen nog een extra paar regels. Dit is het bouwwerk wat gecreëerd is voor jou. Ja. Je mag niet zeggen welke blokken het zijn, maar je moet de blokken beschrijven. Ja, hoe wil je de blokken? Mag ik de kleur ook zeggen? Ja, de kleur mag wel, maar je moet niet zeggen wat voor blok het is. Oké, okay? Justin, succes. Ja, nou ja, dat heb ik nodig. Gaan we beginnen. Oké, Justin. Ja? Het is oranje en het komt van een schaap af. Justin mag wel de blokken zeggen, maar jij mag geen ja of nee zeggen. Die heb ik. Hij moet er gewoon vanuit gaan dat je dat klopt. Plaats een blokje. Plaats een blokje daarachter en een blokje op dat achterste blokje. Ja, hallo! Hoezo snap je dat niet? Welk blokje? Ja, dat oranje blokje. Ja, die moet ik. In een L, een kleine L plaatsen, zeg maar. In een L. Ja. Hoe groot is die L? Hoeveel blokken? Ja, gewoon 1-1-1. Dus 2 op de grond, 1 op de achterste. Oh, op de achterste bij de rode lijn doe je? Ja. Ja? Oké, en dan maak je met 2 blokken daartussen, dus 1, 2 en dan op de derde hetzelfde figuur. Nee, Justin! Nog een keer, wat zeg jij allemaal? Oké, je hebt die L toch? Ja, die mini L. Dat gaat zo goed. Ik heb en dan, al, niet op de juiste plek, denk ik. Dat maakt niet uit. Dezelfde L, 3 blokjes ertussen, zeg maar. Dus 2 vrije blokjes en ja, dan zo, ja, Justin. Zo gaat het goed. En dan zo. Ja. Oké, dus je hebt nu 2... Oranje... Dan pak je datzelfde blokje, maar dan in het wit. Dat is makkelijk. Dat kan je wel, hè, Justin. Justin! Niet op. Nou, er zit geen tijd aan. Dus zodra jullie denken dat het klaar is, is het klaar. Ja, oké. Dan plaats je die allebei op de bovenste oranje. Ja? In de hoek. In de hoek? In de hoek. Oké. Oké. En dan ga je 2 blokjes met dat witte blokje. Oh, ga je nee. Dan ga je 2 blokjes richting de muur. En 3 blokjes richting de rode lijn, richting de leegte. Dat is wel waar. Max, ik leg het goed uit, toch? Ja, je legt het goed uit. Je hebt op alle 2 die L'tjes een wit blokje geplaatst, toch? Ja. En dan ga je vanaf dat blokje ga je 2 naar voren en 3 naar achteren. Ja, van welke L? Van de achterste of van de voorste L? Bij de boorden of bij die andere? Ha? Oh mijn god, Justin! Ja, wat? Ga gewoon met je vertrouwen mee. Wat jij denkt dat het is, zou ik zeggen. Ja, precies. Oké, dat zijn je 2 blokjes. 2 naar voren, 2 en 3 naar achter. Justin, zijn brein. Zie je gewoon echt kraken. Toen je dat zei, stond hij stil. Zat echt van. Heb je dat? Hij is nog bezig. Geef mij even. Gewoon met je vertrouwen gaan. Gewoon met je vertrouwen gaan, Justin. En 3 naar achter. Oké. Ja. Hij is verder. Ga maar verder, ja. Het gaat goed. Oké. Dan kun je als... En als je dat op alle 2 die elletjes doet... Nee! Justin! Ik snap er helemaal niks van. Oké, jongens, ik zet vanaf nu een timer. Dan moet ik nee! Gaat het wel door. Jullie hebben nog 3 minuutjes de tijd. Oké, Justin. Dan moet je op alle 2 die elletjes, die oranje elletjes, moet je dat doen. Dus 2 naar voren, 3 naar achter. Justin, je hebt niet meer zo lang, schiet op. Ja, maar ik film het ook aan het maken, Ben. Ga door mijn vertrouwen mee. Neem je vertrouwen. Oké, gewoon nog een laagje erop. Hoppatee. Oké, dan maak je daar een vierkant van. Rechthoek. Ja, Justin, maak er nu een rechthoek van maken. Dat is makkelijk. Gewoon, hoppatee. Ja. Ja?
Ja, ja. Oké, dan maak je dan twee dik. Dus op, dat, op die rechthoek nog een randje. Gewoon nog een laag. Ja, oké. Okay. Okay, oh, maar eerst gaat er bijna overheen kunnen kijken zo. Dan maak je aan de zijkant van die rechthoek, maak je met datzelfde witte blokje, maak je ook een L'tje, maar dan andersom als hoe dat oranje L'tje staat. Ik heb hem even hoger gemaakt het muurtje, dan kan je er niet overheen kijken zo. Aan welke kant? Links van het... Ah, alle twee de kanten. Dan moet op de grond weer een L'tje worden gemaakt. Nee. Ter hoogte van dat witte, zeg maar. Ja, je zit ter hoogte van dat witte. Thanks. Kom op, een klein L'tje. Hup, een L'tje. Ja, hij heeft hem. Oké, en dan die rechthoek. Die witte rechthoek, zeg maar, die je net hebt gemaakt van twee dik. Ja. Dan aan de achterkant doe je aan de buitenste kanten, haal je een blokje weg. Aan de buitenste? Wat aan de buitenste? Jullie hebben nog een minuut en 15 seconden, aan de hoeken. Op de hoeken, dan doe je er twee weg. En dan aan de voorkant plaats je 3x3 blokje. En dan plaats je 2x2 geel erboven. En, ja. Justin, nog een minuut. Je kan het nog erop in. Je hebt nog een minuut. Oh, ik dacht 15 seconden. Nee, een minuut en 15 seconden. Oké, heb je die blokken weggehaald aan de achterkant? Denk het. Ja, die heeft hij weggehaald. Ja, het zal wel. Oké, dan aan de voorkant plaats je op de bovenste witte laag. Aan de zijkant plaats je twee rode blokjes van hetzelfde type. Justin, schiet op. Schiet op. 45 seconden. 45 seconden. Ja, wacht even. Nee! Wat zeg je? Waar zijn je precies? 8 seconden. Oh, aan de voorkant. Aan de andere kant waar die twee hoeken hebt weggehaald in ieder geval. En dan moeten twee rode er tegenaan. Ja, ja. Daarboven komen weer drie witte. Ja, dit gaat goed. Ja. Ja. Op 20 seconden. Komen ook weer drie witte daarachter, zeg maar. Justin. Oké, gaan we door. Ja, snel. En dan twee weer daarachter. En helemaal weer aan de voorkant komen vier gele blokjes. Vijf, van hetzelfde type. 4, 3, 2. Nou, ik gun je alleen de gele nog. De gele zijn de laatste blokken, dan is het klaar. Wat zei je? Ook zei je het? Aan de andere kant, dus schuin tegenover dat rode blokje, daarboven zeg maar, komen vier gele blokjes. Oké. Op de grond staan nu, allebei. Ja. Oké, naar jullie muur toe lopen, dat jullie bij elkaars nametag zien. Ja, maar ik wil uit, mocht ik. Oké, het is er klaar voor je, Robin. Ik heb het zo. Oh. Oké, komt-ie. Wat is dit? Justin, hoe had je niet door? Hoe die L'tjes, daar ging het al gewoon. Het eerste blokje dat hij moest plaatsen ging al gewoon fout. Hij zegt L'tjes hier, L'tjes daar. Maar wat is deze start? Het ziet er gewoon echt niet uit. Oké, nee, dit is toch wel een L gewoon. We begonnen met L, maar jij tekent de L. Laten we het nu nog een keer doen, maar dan andersom. Hey, ben jij al geabonneerd? Nee. Ik ook niet. Moeten we wel even doen. Ja. En jij? Abonneer! Ben jij al geabonneerd? Ja, dat moet. Ben je er klaar voor, Robin? Jazeker. Ben je voor het proces? Justin, die is er nog helemaal klaar voor. Ja, ik ben echt ready. Dit wordt een easy. Oké, ik denk dat deze beter te doen is. Begin maar. Oké, Rob, out. Je pakt een blok. Ja, maar welk blok is het? Een hard blok. Ja? Een hard blok en het is hetzelfde kleur als je net had gebruikt. De kleur van de meeste schapen, die zijn... Wit. Goed zo, dan kijk je mij aan. Een hard wit blok. Je pakt maar een hard wit blok. Oké. Ja, okay. Dan bouwen we in de westelijke richting. Even kijken. 8 blokjes in een rij. Als ik welke kant op kijk is het west? Richting het is gewoon zo. Ik ga het intussen een hoger bouwen hier. 7? Zei je? 8 blokjes. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, oké. En dan doe je allebei op de hoeken 1 blokje omhoog. Dan heb je... Ja, en dan doe je eentje daarnaast niks en daarnaast doe je 4 blokjes. En dan heb je aan de andere kant ook een gaatje over. You got it! You got it! Oké, nog een keer. Ik heb nu een soort telefoon, maar liggend. Kom, Justin. Je hebt 8 blokjes en dan heb je dus op de hoeken allebei eentje omhoog. Op de uiteindes, ja. Op de uiteindes, ja. En dan hou je de 1 gaatje over en dan begin je met 4 blokjes te plaatsen. Op die 8 blokken. Ja, oké. Ja, heb je dat nu al? Oké, top, oké. Dan pak je mijn prachtige huiskleur. Welke kleur is dat? Blank. Ja, en dat blokje moet je pakken van hetzelfde materiaal wat je net gebruikt hebt. Alleen, van hetzelfde materiaal dat je net gebruikt hebt. Maar dan, ik heb een andere kleur. Ja, oké. Maar dat is niet hetzelfde materiaal. Even kijken. Dan maak je aan de achterkant
bij die 8. Die, ja. die oog bij die 8. Ja, dan ga je... anders, even kijken, 5 omhoog. Dus bij die, op die hoek ga je aan de achterkant 5 omhoog. Met dat blok. Ja? Ja, en dan ga je dus 8 naar rechts. Naar rechts, Robin. Rechts richting west weer. Robin is aan het nadenken. Ja, dat heeft hij gedaan. Ja, ja, oké. Okay. En dan die vul je helemaal in. Dus, snap je? Dat die aan de 8... Of die hoek met die 8. Ja, met die kleur die je net hebt gebruikt. Ga je naar beneden, ja. En dan vul je hem helemaal in. Oh, oké, okay, naar beneden, ja. Voel je dat hele vlak in. Hij snapt hem. Ja. Oké, okay, dan ga je dus... sta je op de grond. Ja. Voor de... Bij die, waar je het eerst mee begon. Ja. Ja, dan heb je bij dat inhammetje naast die op de hoek... Heb je een inhammetje. Ja. Ja, dit gaat soepel, jongens. Ik moet zeggen, dit gaat echt soepel. Oh, sorry. Dan ga je 2 omhoog. Dus twee, heb je 2 van die blokjes van mijn huid. Je weet wel. Ja. Ja. Dan plaats je 1 hetzelfde blokje wat je net hebt gebruikt. Of, nee, niet hetzelfde wat je gebruikt hebt, maar helemaal onderaan. Die, je weet wel, die harde... Ah, ja, harde, okay. Harde wit. Ja, harde witte. Ja. En dan aan de rechterkant doe je 1... zo'n hetzelfde materiaal, maar dan ongelooflijk donker. Nou, Robin, hetzelfde materiaal. Ja, oké, okay, ga maar door. Oké, okay, en de andere kant. En ga je dus aan de andere kant van dat je deed wel, ja? Dan doe je precies hetzelfde. Wat een beetje synchroon is. Robin kijkt mij ook de hele tijd aan in volle verwarring. Nog een keer, ik heb nu 2 blokjes omhoog vanuit dat inhammetje. Ja. Heb ik een witte en een donkere. Ja, maar die donkere heb je niet boven. Je hebt 3 minuten vanaf nu. Nee, in dat andere inhammetje. Okay. Je ziet hem ook zo kijken van... Oké, naast die hele donkere heb je dan 2 over en dan doe je weer zo'n donkere. Ja. En daarnaast doe je weer zo'n zelfde materiaal, maar dan een hele die ene onderste, weet je wel. Ja, oké. Okay. Ja. Dan doe je aan de bovenkant, doe je van die ijzeren, harde dingen. Er zitten 4 gaatjes in het midden, het werkt met redstone. Pas op dat je er niet overheen kijkt, Robin. Hoger dan dit wordt het niet. Ja, oké. Okay. Ja, waar moeten die? Boven het witte blokje en boven het zwarte blokje. Je weet wel wat ik daarmee bedoel. Succes. Ja? Ja? Dan ga je 1 blokje boven dat ijzeren ding wat je net hebt gebruikt. Ja. Ja, dan plaats je hetzelfde blokje wat je onderaan hebt gebruikt. Ja. En dan ga je 4 opzij en dan... Ja, 4 opzij. En die hele, dat strookje vul je met die 4 blokjes. Het strookje vullen. Wacht eventjes. Oké, 1 blokje erboven en dan dat van dat onderste en dan? Ja, 4 opzij? Ja, 4 opzij naar rechts. 4 opzij erop. Ja? Oh. Ja? Moet dat aan alle tweede kanten? Nee, bij die andere kant, bij dat zwarte blokje. Ja? Ja? Dan heb je ook zo'n die ijzeren dingen gebruikt. Ja? Ja, en dan daar ga je omhoog. Ja? 1 blokje en dan plaats je weer zo'n dingetje wat je onderaan had gebruikt. Dat blok wat je onderaan had gebruikt. Ja? Okay. Ja? Dan ga je 3 omhoog. Ja? En dan vul je een vakje en dat vakje is dan 3x4. 3x4, Robin. 3x4. En 4 opzij. Huh? Je kan het, Robin. Het is een kopie, dit. Het is een 1-op-1 kopie. Wat is dit? Je hebt 20 seconden. Heb je met dat zwarte blokje, jij hebt dit dus 3 omhoog gedaan, hè? Ja, volgens mij wel. Ja, oké. Dan ben je helemaal bovenaan, dan ga je 2 opzij. Ja. En dan ga je op de hoek weer eentje naar beneden. 2 opzij, 4, 3, 2, 1, 1, naar 1, tijd zit erop. Oké, okay, op de grond staan, 3, 2, 1. Jij hebt echt een monster gebouwd. Robin, hoe ben je zo de fout in gegaan met die ogen? Ja, gast! Die ogen! In dat moet je wel.
Het enige wat goed is gegaan is de baard en de huid. Maar de huid zit zeg maar één blokje te ver naar voren. Ja, maar dat heeft hij niet gezegd. Oh. Ja, weet ik veel wat ik allemaal heb gedaan. Oh. Nou, het was Gerard's hoofd. Oh. Oké, laten we nog één laatste ronde doen. Voor deze ronde gaan Robin en Justin samen wat maken. En dan moet ik het nabouwen. En ik ben zo benieuwd of het mij wel gaat lukken. Jullie zijn klaar, jongens? We zijn klaar. Wie van jullie gaat het uitleggen? Ik. Rob out. Oké, Justin, dan moet jij na een tijdje, als je te lang verduren, de klok opzetten van 3 minuten. Robin, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Ja, begin maar. Oké, daar gaan we. Ja. Ja. Je pakt een heel donker blok, waar je ook poeder van hebt, maar ook een goed blok, zeg maar. Ja, ik weet maar wat je bedoelt. Maar heel donker, ik weet welke je bedoelt, heel donker. Oké, die zet je in de, zet je neer, één blokje. Ja, één blokje. En in de lengte van de muur, zet je daar 1, 2, 3, 4, op het 5e blokje zet je daar nog eentje neer. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5. Dus 5 blokken. Op de 5e blokje nog één, ja? Ja, dan zitten er 4 tussen dus. Ja. Hoezo zit je te lachen? Dit is toch goed? Wacht. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, oké. Okay. Oh, wacht. Is het ook een rechte lijn daadwerkelijk nu? Een soort een L, maar dan met een heel klein dingetje. Nee, geen L. Gewoon dezelfde lijn. Hij staat op dezelfde lijn. Hij staat op dezelfde... Ik heb 5 blokken met op het 5e blokje een blokje de lucht in. Klopt dat? Nee, niet de lucht in. Oh, wat dan? Gewoon dezelfde. Dezelfde. En daartussen zit niks, hè? Gewoon, hij zit op dezelfde hoogte. Ja, en het, daartussen zit niks. Er staan maar 2 blokjes nu. Ja. Oh, ja, oké, ik heb het. Ja, oké, duidelijk. Oké. Als je dan op het ene blokje staat... Ja? En je kijkt naar niks, zeg maar. Je kijkt naar de lucht. Ja. Dan laat je 1 blokje ertussen. Zit ook helemaal niks. Ja. En dan daarnaast zit er nog 1. En daarnaast zit weer zo'n zwart blokje. Dus 2. Het is nu 1, niks, 2 zwarte. Tweede. Nee, 1 blokje gewoon. Ja, 1. Oh, en daarnaast ook. Dus we hebben nu 4 blokjes staan. We hebben 4 blokjes staan, oké. We hebben 4 blokjes staan en ze staan in een soort van rechthoek, maar niks ertussenin. Geen zonder lijn. Helemaal niks. Ja, ik heb hem. Oké. Okay. Tellen kan je niet, Max. Tellen? Er zitten 4! Okay. Zo, er zitten 4 tussen bij die ene. Oké, duidelijk. Oké, dan tussen het blokje die je bijna naast elkaar hebt gezet, zeg maar, waar 1 blokje tussen zit, dan plaats je van hetzelfde blokje de rode variant. Oké, okay. Al beide kanten? Nee, in het midden alleen. Huh? In het midden? Ja, in het midden. Ja, allebei die 2, want we hebben nu een rechthoek, dus bij de... Je hebt zwart, rood, zwart. Ja, aan 2 kanten. Zwart, aan 2 kanten. Ja, ik heb nu 2 strookjes van zwart, rood, zwart op de grond liggen. Ah. Oké, ik denk dat ik hem even ga maar door. Oké, dan tegen dat rode blokje aan, zeg maar. Ja? Dus niet richting die andere 2 die aan de andere kant staat. Ja? Ga je nog 2 blokjes vooruit met dat rode. Dus de andere kant op. Ja, dus in de andere richting dan de andere zwarte blokjes. En dan, dan komen we daar zo meteen terug. Mm-hmm. Dan helemaal aan de andere kant, zeg maar. Ja. Waar ook zwart bijna naast elkaar zit. Is dit de voorkant of de achterkant? Definiëren we dat nu? Die blokjes die je net hebt geplaatst, dus die rode weg van die andere zwarte, is de voorkant. Oké, dan is dit is het aan de achterkant. Dan noemen we dit de achterkant. Oké, dus bij de achterkant tussen die zwarte blokjes komt ook een rode ertussenin. Ja. En dan gaat er eentje richting de voorkant en eentje richting de achterkant. Oké, prima. Oké. Dan richting de voorkant heb je er net 1 geplaatst. Ja. Dan komt er daar nog eentje met 1 blokje daarop. Dus zo, oké. En dan eentje ook naar links en eentje naar rechts. Eentje naar links, eentje naar rechts. En dan 2 naar voren aan elke kant. 1, als het 2, goed is, 1, zit je dan 2. Tegen het zwart aan. Ja, maar dan niet op de grond, toch? Jawel. Oh, wacht. Dus zo. Oké, ja. Oké. Dan gaan we naar de achterkant. Ja. Daar komt een wit blokje wat je in de nether vindt. Oké, gewoon een heel blokje. Nog 2 minuten, oké. Ja. En dan daar richting de voorkant komt daar het halve blokje van. Richting de voorkant? Ja. Waar ben je? Zat je al aan de voorkant of aan de achterkant? Ik zit aan de achterkant. Helemaal aan de achterkant komt een heel blokje. Ja. En dan een blokje daarvoor, dan zit je weer bij dat zwarte, tussen de 2 zwarte, krijg je een halve ervan. Tussen de 2 zwarte zit rood! Ja, klopt, daarop. Op die zwarte? Nee, op die rode. Op die rode, oké. Daar komt de halve. Ja. En dan daarachter zit dus een hele van dat, hè? Ook op het rode. Op het rode? Oké, ik heb hem. Oké, en daar dan weer schuin boven, richting de achterkant, komt weer zo'n halve. Schuin boven, richting de achterkant?
Ja. Zo. Ja, weet ik veel. Ik zie... Schuin boven richting de achterkant, oké. Okay. Oké, okay, en dan naar links en naar rechts komen daar twee halven tegenaan ook. Dus ja, allebei één. Ja, 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 oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we weer helemaal naar de voorkant. Ja. Nog 50 seconden. Schiet op! Oh, daar komen op de grond tegen het rode aan ook drie van die halven naast elkaar. Op de grond tegen het rode aan? Ja, ja. Echt helemaal aan de voorkant. Ja, oké. Okay. Op de grond drie halven... Ja, oh, ja, nee. Ik snap dan, wat dit wordt, maar dit snap ik niet. Aan de zijkanten van die drie halven, helemaal aan de voorkant en helemaal aan de achterkant, komt een soort van houten plankje waar je op kan schrijven. Een houten plankje waar je op kan schrijven? Ja. Nog 50 seconden. Ik snap het niet. Ik snap het maakt niet. Maakt niet uit. Oké, okay, we gaan naar het midden. We gaan naar de, naar de cockpit. Naar de cockpit. Niet, daar komt een halve aan de ene kant en een trappetje waar je over een hoog kan van hetzelfde witte blok komt daar ook tegenaan. Oké, okay, ja. Ja. 20 seconden extra tijd. Dan komen op die wat? 20 seconden extra tijd. Oké, okay, ja, en dan? Oké, okay, dan komen op die zwarte blokjes aan de zijkant. Ja, de voorste. Ja, ja. En alle zwarte blokjes komen aan de zijkant, komt er een soort van dingetje waar je op kan drukken. In de, wat onder het gras zit. Oké, okay, ja, 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 ja. Oké, okay, ja? Dan, ja, klaar, klaar. En dan helemaal op de voorkant, op het eerste rode blokje wat je tegenkomt, na die drie halve witte, komt een soort van ijzeren staafje. Wat je ook aan elkaar van binden om iets af te bakenen. Nog 10 seconden. IJzeren staafje om iets af te bakenen? Ja, ijzer en dan kun je me ijzer... en wat je ook in hout hebt, om een farm heen of dat soort dingen. Huh? 10. Maakt niet uit. 9. Nee! Wat is ijzer? Ijzeren staafje, gewoon wat ook heel kan zijn tegen anderen aan. Oh, een soort van ramen. Oké, okay, en dat helemaal op de voorkant. 1. Zo! Okay. God, ja, je hebt me kwijtgeraakt bij die voorkant. De achterkant is volgens mij wel gelukt, maar de voorkant heeft me echt kwijtgeraakt. Nou, ik ben heel benieuwd. Het leukste is ook, het staat helemaal verkeerd om. Oh ja, maar dat is niet dat zo. Dat maakt niet uit. Oké, okay, 3, 2, 1. Ik wist dat het een Formule 1 auto was. Hij lijkt er op zich, maar de voorkant... Oh, je bedoelt natuurlijk gewoon een sign hout waar je op kan schrijven. Jongen! Een houten plankje waar je op kan schrijven. Ik snapte het niet, hè, maar... Oh, maar je had die wielen uiteindelijk dus wel goed. Ja, die wielen die waren goed. Dat zijn de achterkant ook. Eerst had hij het zo. Ja, ik had het helemaal niet goed, ja. En ik had ook op het begin gelijk al dit. En toen ging ik de hoogte in zo. Het was echt... Oh. Maar ik deze voorkant... Met deze voorkant geen het klopt ook gewoon niet. Oh, my days. Hoi. Hoi. Het is een overval, ga mee. Jij ook, bedankt. Dag. Hoi. Bedankt voor het kijken. Abonneer, kijk deze video zeker ook. Dag.